fijn dat jullie kijken naar een gloed nieuwe video op mijn kanaal Cas. En vandaag ben ik samen met Stijn. En ik wil jullie misschien wel kennen van de vorige Tiener Challenge. En wij gaan nu de Tiener Challenge 2.0 doen. En als je niet weet hoe het werkt, ga ik dat nu even uitleggen. Nou, als eerst. Ik begin met de bal. Nu schiet ik even expres mis. En nou, ik schiet expres mis. En dan moet de bal eerst één keer stuiteren. En dan mag de volgende, dat is Stijn dus, mag hem dan vangen. En dan vanaf de plek waar hij vangt, mag hij de bal schieten. En als je hem raak schiet, krijg je een punt. En het is zeg maar de bedoeling om 10 punten te halen. Als je 10 punten haalt, dan heb je gewonnen. Meer is het eigenlijk niet. En boven de 7? En boven de 7 mag je hem wel in één keer vangen. Dus hij moet eerst één keer dribbelen en hij mag zo vaak dribbelen als je wil. Nou, hij mag zo vaak stuiten als je wil, zeg maar. Dus we gaan Steen, papier, schaar doen. 1, 2, 3. Yes, ik mag beginnen. Hey, doe met straf. Met straf? Ja, we doen met straf. Wat is de straf? Weten we niet, dat gaan we, mag de ander voor je verzinnen. Nee. Dat mag niet te erg zijn. Oh, ik weet al een leuke. Nee, deze ga je raken. Ik weet al een leuke. Ja! 1 punt voor mij. Staat hij aan? Ja, hij staat. Staat hij deze niet aan? Oh, dat mag niet, hè? Nee, zeker. Sta ik nog hoog? Maar misschien maakt Stijn wel weer de comeback. 2-0. Ik zijn mijn drietjes van net, hè? Oké, okay, kom. Yes, 3. Ja. 3-1. Ik ga van verder af. Hij houdt gewoon ervan om van verder af te schieten, dus. Ik vind het prima. Net schoot ik er 2 raak. Heb jij er? Ik heb er 3. Ik heb 4. Nee. Schiet hem mis. Oké, kom maar op Stijn. Oké, ik ga weer vrijworpen nemen. Nee. Doe. 3. Nee. En dan ja. Oké, ik ga gewoon weer 3 schieten. Hij gaat gewoon weer proberen een 3 te schieten hoor. Ik mag nu in één keer vangen.
Als ik dat wil, meestal lukt het niet. Niet hoor. Ja, dat is wel. Hij probeert weer een drietje hoor. Ook al sta ik achter, boeit mij het. Het is toch maar een spel met straf. Hé! Hey. Oh ja, wacht maar. Zullen we 7? Ja. 7. Gaat weer een afstandsschootje doen. Hij gaat helemaal gek. Helemaal loco. Nee. Ik heb er 6, hè? Ja, ik heb er 6. Fuck. Oh, jezus. Oh, man. Oh, man. Achter. Ik kom mijn enkel. Hey, dan moet je even in slow motion zetten. Ja, even in slow motion. Dat was even in slow motion, dat is altijd wel leuk. Ik kan maar eindschot zijn. Kaak! Nee! Schrik. Nee! Schrik. Schrik. Zou ik ook doen, Stijn, ja, als je verliest. Stijn is gewoon een boshondje. Yannick, jij hebt het woordje boshondje verzonnen, maar Stijn is dat gewoon. Oké, niet. Nee. Ik ga niet janken. Oké, okay, nu ga ik vrijworpen nemen hoor, sorry. Ha! I am the one, the one, your son don't need a gun. Ja, grapje. Hij wil een revanche. Maar gaat die revanche goed? Dat zie je bij de volgende aflevering van Tine. We zijn nu thuis aangekomen. En Stijn, die mag zijn lekkere... Ja. Siroop gaan opdrinken. Dus we gaan even siroop pakken. Stop. Oké, dit is voor Stijn. En kijken of die... Het is nog best wel veel hoor. Nee, damme, dat is vet veel. Die ook wel een beetje eruit. Doep. Dat mocht ik ook, oké. Ik heb ook de zoetste uitgekozen. Echt? Ja, volgens mij wel. Oké. Okay. Nee, die van Boos is nog zoeter. Oké, daar gaat Stijn. In één keer zou ik het doen. Dat is echt zwierig. Niet lekker. Nee, ja. Oké, okay, ik zou gewoon in één keer naar binnen klokken. Want ik moest het ook doen. Ik deed gewoon... Dat ging ik doen. Smeren? Ja? Ik word het echt grappig. Het voelt ook gewoon als slijm of zo in mond. Ja, ik ging er helemaal van koeken als het. Gadver. Oké. Stijn die heeft zijn opdracht gedaan. Dit was de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe ik zeker een blauw duimpje omhoog. Abonneer je beneden op mijn kanaal. En ik zie jullie later.